Hey, Chico Boxinder hier en ik heb een tweetal gitaren klaar voor twee klanten en die wilden graag dezelfde doos hebben. Nou, dat kan, geen probleem. De ene is ongefret en deze is gefret. En mensen vragen wel eens, wat is nou het verschil tussen gefret en ongefret, behalve dat er dan dus fret op zitten. Nou, dat is de manier van spelen. De ongefrette moet je altijd met een slide spelen. Maar daar kun je ook wel rock and roll mee spelen. En dit soort loopjes of AC/DC-achtige dingen, dat kan allemaal. Blues. Dat kan allemaal met de ongefretten. Nou, wat kan er dan met de gefretten? Dat gaan we even laten horen. Dit is dus die andere. En dit kan ook allemaal met die ongefretten. Maar met deze gefretten kan ik namelijk ook dit doen. Of, en dat kan dus niet met de ongefretten. Maar ook blues kan dus prima op deze. Dat is dus het verschil tussen ongefret en gefret. En vaak zit er bij die ongefret een iets hogere klank in dan bij de gefretten. Deze die heeft een iets donkerder geluid dan die andere. Maar het zijn allebei hartstikke leuke gitaartjes om op te spelen.